Waarom hoor ik eigenlijk nooit een sorry van complotgekkies? Dit zit me echt een beetje dwars. Ik denk eraan, want gisteren kwam het slot in de rechtszaak rondom Sandy Hook. Sandy Hook, daar verloren twintig kinderen en acht volwassenen hun leven in een afschuwelijke moordaanslag. En nu, tien jaar na dato, worden diezelfde gezinnen nog steeds getreiterd en gestalkt... door de fanatieke mafkezen die beweren dat die hele moordpartij niet is gebeurd. Dat Hillary Clinton erachter zit, of George Soros, of weet ik veel, misschien wel Dries Roeving. Het verhaal is dat het allemaal in scène is gezet om godvrezende wapenverslaafde Amerikanen hun wapens af te pakken. Zogenaamd zijn die kinderen niet doodgeschoten. En al tien jaar lang worden dus graven beschadigd... worden ouders die een kind zijn verloren geshamed, omdat het acteurs zouden zijn. Het is Amerikaans gezegd een shitshow. En die zou dus na deze week klaar moeten zijn... want de bron van veel van die complotten, Alex Jones... die moet 4,1 miljoen dollar aan schadevergoeding betalen... en belangrijker, ik zag hem sorry zeggen in de rechtszaal. Er was geen enkel bewijs te vinden voor geen één van de claims... die hij jarenlang maakte over Sandy Hook. En dat vind ik dus een hele grote kans. Speciaal voor alle roeptoeters die niet geloven wat ze in de mainstream media lezen... maar wel wat ze in een YouTube-filmpje zien of op een plaatje op Facebook. Jullie moment is hier. Complotgekkies der Nederlanden. Malle mafklappers die Sandy Hook een false flag operation hebben genoemd. Of van die mensen die zeiden dat de maanlanding nep was... terwijl we nu 50 jaar na dato toch nog nooit echt iets hebben gehoord... van iemand die dan waarschijnlijk bij de tienduizenden mensen zat... die dat geheim hebben moeten houden. Um, dan zijn er ook nog de mensen die, uh, die zeiden: het was de klusjesman en de David de Moordzaak. Of dat Elvis Presley en Tupac en Hitler allemaal nog leven in Nicaragua. Of dat de coronavaccinatiecampagne bedoeld was om chips in ons te injecteren. Dat er nog steeds geen chip is gevonden in geen één persoon. Of 5G, dat de landelijke 5G-dekking die nu overal is. Waarom, waarom zie ik dan nog steeds duiven die springlevend zijn? En heeft niemand telefoonvormige tumoren? Jullie hadden ongelijk. En ik verwacht dat dan iemand zegt. Goh, ik zat ernaast. Sorry voor die troep die ik op Facebook heb gezet. Ik ga het weer weghalen. Maar ik hoor niks. En begrijp me niet verkeerd, er is niks mis met een goed complot. Genoeg dingen leken een complot tot ze waar bleken te zijn. Uh, ik denk aan de brainwashing onder MK Ultra van de CIA of het Watergate schandaal. De toeslagenaffaire, het is dus prima. Die mogen jullie allemaal houden. Maar hoe zit het met al die andere keren dat het complot even stevig overeind bleef staan als een kopje natte sla? Kom. Kom op, complotroepers. Jullie vergiftigen de cocktail van deze samenleving. Jullie mengen gif in het gesprek van de dag. Jullie zijn een afleiding van alle echte problemen op aarde. En jullie zijn dus blijkbaar allemaal te laf om een keer te zeggen: sorry, ik had ongelijk. Dus ik stel voor dat de NPO binnenkort een soort budget vrijmaakt... dat we een tv-programma beginnen... waarin alle mensen die nu meeblaren over een complot... over twee jaar weer worden bezocht. En dat we dan gewoon met z'n allen even kijken... of ze er nog zo over denken en zo niet... dat dan Emma Wortelboer of Patrick Lodiers komt vragen... wanneer zeggen jullie sorry? Want ik vind dat het tijd is. Hoog tijd. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.